Ze doet, ja, zij doet het. Goedemiddag allemaal. Jullie hebben inderdaad mij misschien nog niet horen spreken, wel nog zingen. Het is een voorrecht om hier te mogen zijn, want ik mag jullie vandaag in 7 minuten bemoedigen met een woord. En het woord, de titel die ik aan dit woord heb gegeven, is Golven in de Zee. En de meeste mensen hier weten wel dat ik op surfkamp ben geweest. En eigenlijk is het heel bijzonder, want het woord wat ik vandaag aan jullie ga vertellen is eigenlijk niet iets waar ik zelf op ben gekomen, maar wat echt God specifiek aan mij heeft verteld toen ik lekker lag te chillen tussen de golven. Maar natuurlijk is het geen onzin wat ik hier ga vertellen, want het is allemaal gebaseerd op de Bijbel, dus dat is altijd heel erg mooi. Ik zal jullie als eerst eventjes meenemen in een soort van situatieschets, hoe het er op het water aan toe gaat als je als beginnende surfer bent. En nou, je ligt lekker in het water, je bent een beetje om je heen aan het kijken. En wat je doet is je gaat de golven achter je een beetje selecteren. En dan ga je kijken, oké, op welke golf zou je kunnen surfen? Nou, er komt een golf aan, je gaat snel paddelen en je voert de techniek uit die je hebt geleerd tijdens de surflessen. Dus je springt er snel op, ik ga het hier niet voordoen, maar je springt erop en uiteindelijk sta je zo. En dat is de goede positie, zeg maar. En toen zei God eigenlijk iets heel moois tegen mij. Hij zei van, ja, eigenlijk zijn die golven in de zee, kan je dat eigenlijk vergelijken met het leven. Want het leven heeft hoogtepunten, net zoals golven heeft, maar golven hebben ook dieptepunten. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat heel veel gebeurtenissen in je leven of heel veel emoties hetzelfde zijn als golven. Het overkomt je, het overspoelt je misschien. Het komt misschien één keer uit de rechterkant, de andere keer uit de linkerkant. Je hebt het niet altijd onder controle. Maar wat ik jullie vandaag eigenlijk wil gaan vertellen is dat je emoties misschien niet altijd onder controle kan houden, maar je gedachten wel. En daarom is ook mijn eerste punt, wat doe je als er een golf aankomt? En met golven zou je eigenlijk nu zelf specifiek in je hoofd kunnen bedenken van dingen waar jij eigenlijk een beetje van slag van kunt raken. Misschien is het een moeilijk gesprek op werk, misschien zijn het onzekerheden, misschien is het zelfs depressie, misschien ben je iemand verloren, misschien is het terreur, misschien zijn het teleurstellingen of wat dan ook. Ik wil je bemoedigen om even iets van die golven in je hoofd op te nemen. Dat helpt je bij het doorlopen van deze ondertussen nog maar 3 minuten. Oké, wat doe je? Je kan vluchten voor een golf, maar ik zal je vertellen, als je vlucht voor een golf, komt die misschien nog wel harder aan. Want wat gebeurt, je gaat onder water, je krijgt zand in je mond, je ziet niks en je bent even verblind. Dus dat is eigenlijk niet de optie. Wat je wel zou kunnen doen, is op de golf gaan surfen. En wat bedoel ik daarmee is, pak die uitdagingen aan. Vanmorgen hebben we het ook gehoord van, soms komen er beproevingen in je leven en wil God dat je die juist aangaat in plaats van dat je ervoor gaat vluchten of dat je je laat meespoelen met de golf. Nee, wat wil God? Dat jij op die emotie gaat staan en dat je zijn woorden, zijn waarheden er eigenlijk eroverheen gaat spreken. En ik heb een tekst in Hebreeën 12 vers 1 tot 2. En er staat, nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. En dit vind ik zo mooi. We moeten alles achter ons laten wat aan ons vastklampt. Dus bedenk je nu, wat houdt je nu tegen om eigenlijk die golf aan te pakken? Wat zit er in de weg? En dan staat er, wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. En daarbij moeten we blijven kijken naar Jezus. Dus blijf kijken naar het strand wat voor je ligt, die ons de weg wijst. Het is het doel van het geloof. En hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En zo is het ook op een golf. Uiteindelijk weet je van, hé, ik heb die golf te pakken. Ik zie het strand. Ik heb weer zand onder mijn voeten. Ik kan weer staan. Ik sta stabiel. En ik wil je ook echt bemoedigen van, ga die golf niet uit de weg. Maar punt 2, wat moet je dan doen als er een golf aankomt? Allereerst is, ken zijn woord. We kunnen lezen en lezen en lezen. Maar als er dan een situatie komt waarin we het woord even niet meer helder voor de geest hebben, dan hebben we er eigenlijk ook niet zo heel veel aan. Dus ik wil je bemoedigen van, lees het woord en ken het echt uit je hoofd. Want dat is zo belangrijk. En spreek die waarheden ook uit over die gedachtes, over die situaties die in jouw leven aankomen. Spreek het uit. Wat staat er in de Bijbel? En spreek letterlijk uit wat daar staat over die situatie. En weet je, soms hebben we het gevoel van, oh Heer, waarom laat u dit eigenlijk allemaal gebeuren? En u kan het toch uit de weg halen? U kan het toch ervoor zorgen dat we dit gewoon allemaal overwinnen? Maar wat mooi is, staat in 1 Korintiërs 10 vers 13, er staat, u hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd.
Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. En ik vond het zelf zo mooi, want als ik deze situatie weer zo terugkoppelde naar die golven, er komen letterlijk rustpauzes soms aan tussen die golven, voordat je weer een nieuwe golf kan pakken. En zo is ook in je eigen leven. Wat doe jij op die rustmomenten die God jou geeft? Ga je naar hem toe of zoek je het in andere dingen om even die pijn te onderdrukken of om even niet meer aan die golf te hoeven denken of aan die situatie? God geeft je niet voor niets die rustmomenten. En dan ga je eigenlijk die golf niet zien als een obstakel, maar eigenlijk een weg waarmee je verder gaat komen in het leven. Want je pakt de golf, je gaat de situatie aan, je gaat het niet te weg en dan kom je letterlijk verder. Bedenk je het maar voor als je op die golf staat. Je komt verder. En eigenlijk punt 3, is wat ik zelf persoonlijk het mooiste eraan vind, is surf op de golven samen met God. Een surfboard die heeft ook een leash, een soort van, eigenlijk mag je dat niet zeggen in de surfwereld, maar het is eigenlijk een touwtje om je enkel heen. En dat zorgt ervoor dat je niet kwijtraakt, dat je je surfboard eigenlijk niet kwijtraakt. En zo is het ook met God, weet je wel. Blijf in connectie met God. Want als je samen met hem die golven aanpakt, dan kan je vallen van die golf af. En dan val je misschien in de zee. Maar wat er dan gebeurt, is dat je bij hem in de buurt blijft. Je surfboard zal misschien eventjes wegvaren, maar God niet. Want je zit nog steeds in verbinding met hem. En dat is eigenlijk waar ik jullie mee wil bemoedigen. Van blijf in contact met God en ga de golven niet uit de weg. Ga die emoties niet uit de weg, maar sta er boven. Boven je emoties en boven je gevoel. En nee, het is niet makkelijk. Ik kom hier niet vertellen dat er emoties allemaal binnenkomen en dat ik nu denk van oké, dit boeit me niks en bla bla bla. Nee, het is moeilijk. Maar oefening baart kunst. Zo is het met golven, maar zo is het ook met de gedachtenbeheersen die jou te binnen schiet. Dat was waar ik jullie mee wil bemoedigen.